coisa. Ik smokkel altijd met mijn broer. Maar nu is mijn broer ziek. En wij hadden het in de cruise geboekt, hè. Zegt hij tegen mij, zegt hij... Axel? Dat zijn de kik, Axel. Dat is goed een naam, hè. Axel, zegt hij... Pak ton Julia mee, mijn vrouw. Die kan even goed smokkelen als ik. Dan moeten de die aan de kop een keer zien. Als je met zo'n kop aan de douane komt, zet je direct alles kwaad, hè? Julia! Kom er nog! Julia! Zie je nou wat ik bedoel? Kijk, je zei dat we van het schip gingen gaan en dat we door de bosjes gingen gaan met al ons grief. Wat voor grief, Julia? Alles, hè, Axel? Ons sigaretten, ons flesje Genever, ons condooms, ons vibrateur. Douane! Wat is douane? Wat? Julia, ik bedoel, de douane mag ons niet zien. Dat is al eens goed gezien. Ga je? Je kunt er niet even zien. Dat is al zo stom als starters van Bert van Christus. Dat was de en zet een andere kop op toe. Ik heb er voor hier een baan. Julia, wat moet je doen als je bij de douane komt? Klappen op de deur. Dat lang niet. Maar de douane stond de deur altijd open. Open? Jij bent niet goed zeker met zo'n stormweer. Dan schaal ik een valling op, weet je dat? Julia, we gaan nog een keer oefenen, hè? Ja, hè? Ja. Allee. Ga, kom binnen bij de douane en ja. ik ben een douane, hè? Kijk naar mijn pokkers gezicht, hè? Ja. En de papa! Ja, 10 sloef sigaretten, 10 flessen Genever condooms. Vibrateurs, zakjes wiet, wiet, wiet. Dat belang ik niet. Je hebt niks, pa. Maar zeg ik, ik heb niks, pa. We zijn er juist zo aan de goeie betrut. Tante is laten zien, ze wacht. Nee, toon, Julia. Je hebt niks, pa. Maar alleen dan van die zit vol en die van mij, hoor. Julia, als ik zeg dat er niks, pa, en er niks, pa. Punt op de baan. Ik zal een beetje gaan liegen, zeker. Salut. En ik ben nog de nonnetjes naar school geweest en dat vind ik ook gedut. Ik zal nog eens iets zeggen, hè. Ik heb in de school onder de bewakers verkocht. Hoe heb je dat gedaan? Je hebt nooit in je leven gewerkt. Je hebt nooit in de slag gedaan. Ik heb die verkocht. Ik ging bellen en ik zei, mama, madame, zeg ik zo. Wat is het? Er hier een koe van, of moet ik een veur lezen? En die hebben direct allemaal een badel gekocht. Allee, Frans, of te niet, Frank. Mag dat de weg zijn, we combinen baden te baden. Is u ja, ah, godverdomme. Wat is nou? De deur was wel toe, hè. Ik zit er met mijn stoel los tegen geloofd. Het is niet mooi. Wat doet er nou? Een schoordeur was het. Een schoordeur. Ik heb ze niet helemaal toegedaan. Ik heb ze op een spleetje beland. Wat doet er nou? Kloppen natuurlijk, want de bel doet het niet. Zie je ook dat de weg staat gebroken, hè? Oh, dat wordt hier een ramp, hè? Ik voel dat aan mijn water, hè? Dat wordt hier helemaal mis aflopen, hè? Je kon dat zien, hè?
Het is met de eerste keer dat ik haar meepak en voilà. Het is al praat natuurlijk, hè. Allee, verblaak ze. Wat is ze er allemaal aan toe met die douane? Voilà. Het is al na. Is dat maar? Nee, al na. Nou, ik wil een keer wat zien, zeg. Kijk nog een keer goed hoe dat er dan moet doen. Kijk naar mijn figuur. Sexy? Ik bedraaien? Ik zie nog die douanen, hè? Kijk maar een keer. Dat is dan toch een lille kwaad, hè? En zo'n kromme poorten en dan heeft nog schoenen aan die veel te groot zijn. Die maat te groot. Heb je gezien? Maar dan was die letto's, ken je dat? Het is precies aan een heel, dat rood, precies die crème glas mee afdijden en een toefcrème fris op haar stoelkop. Ik krijg het ervan, je is een echte trut, een echte kat, madame. Ah. En dan? Je zit er al, hoor, is dat valies? Zijn alles in beslag genomen. Zijn alles kwaad. Kusna mijn groeten. Stoffen! Kijk geen kloten, alhoewel. Julia, wat deed die een douane tegen haar gezegd toen de binnenkwam? En zij? In het bad. En dan? En ik heb gezegd wat ik gezegd heb, dat moest zeggen. En wat deed je gezegd? Ik heb gezegd, ik heb niets waar, maar het zit allemaal in de valies van mijn schoonzuster. Het is niet waar!